De negatieve ontwikkelingen die zich voordoen bij opvanginstellingen zullen niet worden getolereerd door de regering. Dit zei sociale zaken minister Urakit Ramsaran woensdag aan journalisten. De bewindsman zegt dat hij weet dat het aannemen van een wet opvanginstellingen niet genoeg is om structuur te brengen in het uitoefenen van controle bij opvanginstellingen. De verschillende zogenaamde crèches, zogenaamde opvanginstellingen, die reizen het als paddenstoelen uit de grond en dat is niet de bedoeling. Want er is een wet waaraan je zou moeten voldoen. Er is criteria waaraan je zou moeten voldoen en je moet gaan registreren en kunnen aantonen dat u een legale, en ik herhaal een legale, er is geen ander woord voor om het dan als legaal te benadrukken, activiteiten mag ontplooien als crash, als opvanginstelling. En dan wil ik ook meteen aangeven, gisteren hebben we dan meteen, na lange tijd, bijna meer dan 2,5 jaar, hebben we eindelijk 2,5 boven aanschaffen. Het is een start, waarbij we de maatschappelijke dienst in combinatie met de ODKMW, dat is categoriaal maatschappelijk werk, in combinatie de veld in zullen sturen. Maar ze zullen dan de nodige autoriteiten nodig hebben om te kunnen handelen. Dus vandaag zal ik dan in de RV als RVM naar vragen. De minister benadrukt dat er twee wegen bewandeld kunnen worden. Het gaat om een structurele aanpak op basis van wet en regelgeving. De andere weg is het inzetten van een taskforce. Laat me dit aangeven. SOSAFO sluit geen instellingen. SOSAFO kan momenteel niet de instelling sluiten dan alleen gezamenlijk met JustPol. Alleen gezamenlijk met JustPol, alleen gezamenlijk met ROS kunnen we richting een locatie gaan om te sluiten. Als het blijkt dat de persoon niet voldoet en de gemeenschap dat ziet en merkt, dan mag justitie dan inspelen om de zaak te verduidelijken dat het gesloten moet blijven zodat de persoon voldoet. En dat is dan een van de zaken die wij dan betreuren. Dat volwassenen, maar zijn geen kinderen, die crèches en opvanginstellingen en noem maar op, uit de grond als paddenstoelen laten reizen. Dat zijn volwassenen. En ik vraag bij deze dat het niet op die manier wordt gedaan. Het gaat om kinderen. Als u niet uw hart in het op de juiste plek hebt, als u dat werk niet kent, dan moet u dat niet aannemen. Maar zo ook vraag ik dat vanuit de ouders, want ik zelf ben ook een vader, dat als ouder u bewust van bent waar u uw kind plaatst. Ramsaran merkt op dat het goed is dat buren sociale controle uitoefenen. Hij geeft aan dat voordat zaken gaan verergeren, er maatregelen getroffen moeten worden.